Ja, ik denk mooier kan niet, toch? 3-0 overwinning. Ja, supermooie sfeer. Ze hebben er alles aan gedaan om er een mooie dag van te maken. En dat hebben wij gelukkig nu ook gedaan. Lars, ik hoor van het publiek dat je een liedje moet zingen. Gaan we zo doen. Gaan we straks doen, oké. Okay, nee, is goed. 3-0 gewonnen tegen Sportlust. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik denk de eerste helft dat we het gewoon wel goed doen. Maar dat we eigenlijk nog een goal moeten maken om het jezelf makkelijker te maken. Ja, in de tweede helft zitten wij denk ik aan de gelukkige kant een keertje. En dat valt niet. Wij krijgen een counter, we maken hem. Ja, toen was het wel redelijk gespeeld. En ja, dan maak je ook nog die 3-0 en dan is de wedstrijd gespeeld. Hoe heb je een verklaring voor het verschil tussen de eerste en de tweede helft? De eerste helft was vrij dominant als ploeg zijn. De tweede helft werd je heel erg naar achter gedrukt. Ja, kijk, je weet dat zij gaan komen. En het nadeel is gewoon dat er staat best wel behoorlijk wat wind nu. En je wordt gewoon achteruit gedrukt automatisch. Je wilt eigenlijk die bal niet zo snel verliezen. Waardoor je eigenlijk verder op het veld kan komen. Alleen je verliest hem wel veel te snel. Ja, en daardoor kom je onder druk te staan. Maar gelukkig valt hij een keer niet. En zitten we een keer aan de goede kant van de zijde. En dat op de eerste speeldag op ons eigen complex. Heb je een beetje genoten van de sfeer? Ja, ik denk mooier kan niet, toch? 3-0 overwinning. Ja, supermooie sfeer. Ze hebben er alles aan gedaan om er een mooie dag van te maken. En dat hebben wij gelukkig nu ook gedaan. Dankjewel. Yes, dankjewel.